mayonaise. Zit er daar gluten in? Nee. Lekker. Denk het ook. Kijken. Ding. Beker. Melk? Nee, geen melk. Beetje water. Ja, misschien kan er inderdaad melk in. Wat zout nodig. Wat witte peper. Zo. Mosterd. Ei. Het verse eieren. Ja, dat is een Duitse delicatessenzaak. Azijn nodig. Olie. Laten we maar beginnen. Scheut azijn. Dan is het gewoon goed. Maar zoals je ziet, alles komt uit een omgeving die op dezelfde temperatuur is. Het gaat fout als je dingen probeert te mengen die niet dezelfde temperatuur hebben. Dus als er ook een onderdeel in zit dat uit de koelkast komt, dan kun je het wel vergeten. Mosterd. Oh, en die is prima. Deze olie is de allergoedkoopste, die 80 cent of zo. Ik heb altijd de indruk als je duurdere olie neemt, dat die gewoon minder verkocht wordt. Daardoor meer naar olie smaakt. Eigenlijk wil je dus dat de olie helemaal nergens naar smaakt. De mayonaise moet in essentie smaken naar zout en zuur en mosterd. En witte peper. Wat gooi je er nu bij? Worcestersaus. Het allerbelangrijkste vanzelf kook dat het iedere keer anders is. Dus dat het de ene keer... Zit er wat meer peper in? Smaakt het iets meer naar peper en de volgende keer wat minder? Dat je afwisseling hebt. Dat is een ei. En dan olie erbij. Oh, wacht eens even. Ik ben water vergeten. Die water maakt het ietsje frisser. Zorg er vooral voor dat het ook wat witter wordt. Anders dan wordt het een beetje geel, zoals de olie. Die water. Deze water bedoel ik. Ja, alles is in principe kamertemperatuur, maar het water heb ik toch lichte twijfel over. Ik laat nog even toch een 10 minuutjes wachten. De eerste keer dat je mayonaise maakt, kun je het beste toch nog iets van een uur wachten als je dit allemaal zo bij elkaar hebt gegooid. Want als het de eerste keer mislukt, dan ga je het waarschijnlijk nooit meer doen. We willen wel even dobbelen. Laten we gewoon even een spelletje doen ofzo. Ja, dit is kut. Nou. Heb je gewonnen? Ik heb verloren. Even kijken, staafmixer. Dik, hè? Zo, want citroen ook lekker. En je kunt er op zich heel veel dingen doen. Gember, knoflook, honing. Maar ik vind dat eigenlijk allemaal minder lekker. Ik doe er het liefst frietjes door. Schitterend. Het zout is lekker. Stop even. Dan haal ik even die shit daar weg. Zo. Smakelijk. Ja, dank je. Ik vind het lekker. Mayonaise is fris, zuurig. Ik weet niet eens wat het is. Niet vet. Maar ook niet te droog, toch?